Since 1784, Tyler's Museum has paid tribute to wonder. Thanks to Peter Tyler, this museum of art and science was founded during the Enlightenment. This is where research into the formation of Earth took place. This is where coins tell the story of history. This is where you perceive the world through the most extraordinary books. This is where Nobel laureate Lawrence worked in his laboratory. This is where art and knowledge continue to merge seamlessly. Remarkable collections of fossils, minerals, instruments, books, paintings, drawings, and coins can be found right here. For centuries, Tyler's has been welcoming all those who are curious by nature. Come and be astonished. Tyler's, Museum of Wonder. Van 1912 tot 1922 werkte Nobelprijswinnaar Lawrence in Tyler's Museum. In 2017 werd zijn laboratorium na een grootscheepse restauratie geopend voor publiek. Met de theatrale rondleiding, de Lawrence-formule, worden bezoekers mee teruggenomen in de tijd. En is het alsof zij professor Lawrence in zijn lab bezoeken. Net als Einstein dat deed. De tour is van hoogwaardige kwaliteit. Gemaakt door professionele theatermakers en gespeeld door professionele acteurs. Natuurkunde wordt op deze manier voor een breed publiek toegankelijk gemaakt. Met als klap op de vuurpijl een demonstratie van de replica van de grote elektriceermachine. Tijdens topstuk uit 1784. In 3 jaar tijd hebben meer dan 50.000 bezoekers van 10 tot 100 jaar oud de Lawrence-formule gezien. Voor leerlingen natuurkunde van het voortgezet onderwijs is een speciaal programma ontwikkeld. Zij doen proeven in het lab. Tijd kan indikken. Jaren van ons leven kunnen recht voor onze neus verdampen tot een duur van 3 woorden. 10 jaar later. Gaan jullie mee naar de geheime deur? Ah, welkom. Welkom op deze tot nu toe verboden plek voor het publiek van Tyler's Museum. Gaat u zitten. Heeft u veel met licht? Maakt het licht een belangrijk onderdeel uit van ons leven? Waarom weten zoveel van ons er dan toch eigenlijk zo weinig vanaf? Wat gebeurt er als je een stok in een bak met water steekt? Het is in onze proeftijd uiterst onverstandig, maar we doen het lekker wel. We nemen u graag 100 jaar mee terug in de tijd. Gaat u mee naar de werkkamer van Hendrik Lawrence? Ja, maar wel op 1 voorwaarde. Ik kijk speciaal naar jou. Nergens aankomen. Ja, oké, ja. Zo zeg, dat is gaaf. En toen Lawrence naar Haarlem was verhuisd, heeft hij dus aan Einstein gevraagd of Einstein zijn leerstoel in Leiden wilde overnemen. Maar Einstein durft niet. Ich wage es noch nicht in ihre Fußstapfen zu treten. Duits. Er is nog één belangrijke factor in de Lawrence-formule. En daarvoor moeten we een stukje verder terug de tijd in, naar het jaar 1784. 80, 80. Oeh, niet schrikken, niet schrikken. Ik vond zelf natuurkunde nooit heel interessant, maar door deze tour vind ik het echt een stuk interessanter. Heel leuk om op een creatieve en theatrale manier kennis te maken met de wetenschap nu. Het maakte het buitengewoon onderhoudend en interessant.